hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 31 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga zometeen eventjes hier aan de schoonmaak. Ik heb al even mijn sportroutine gefilmd voor jullie, dus daar kunnen jullie naar kijken, terwijl ik even ondertussen hier de boel doe. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en daarna Vier Handen op één Buik. Ik vond het een beetje een bijzondere aflevering. Dat meisje dat was op de 15e zwanger geraakt. Toen wilde ze eigenlijk een abortus en toen kwam ze bij de abortuskliniek. Toen was ze al veel te ver heen. Ik begreep dat ze toen al moest bevallen, maar het leek me een beetje vroeg met 6 maanden. Maar ja, het kan natuurlijk. Dus ze had al een dochtertje van 5. Ze was dus nu 20. Toen heeft ze later weer een nieuwe relatie gekregen. Daar is een zoontje uitgekomen, die was 10 maanden. En nu was ze zwanger van een tweeling. Die wilde ze eigenlijk ook een abortus bij doen, maar dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan. Nou, de relatie was ook niet meer aan. Maar ja, die jongen die kwam wel steeds nog weer in beeld. En op het laatst zag je hem weer helemaal niet. Dus het was allemaal een beetje apart. Ja, ik denk dan altijd, we hebben anticonceptie jongens, het hoeft niet. Maar goed, het gebeurt toch nog. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt, dat is allemaal gelukt. Toen heb ik mijn Netflix serie gekeken. Dan ga ik best wel snel erin, dat zijn maar 6 afleveringen. En daarna heb ik... Dan moet ik zelf gewoon even goed naar die kots gekeken. Ik ben lekker weer verder gegaan met mijn boek. Het is wel een heel mooi boek ook. Ik dacht in het begin was ik een beetje sceptisch, maar ik vind hem nou wel heel erg mooi. Er is alleen ook nog een 4e deel en die is nog niet online. Dus ik hoop wel dat ik die binnenkort kan vinden. Want ik vind het wel leuk om dan ook natuurlijk helemaal uit te kunnen lezen deze reeks. Ik ga nu in ieder geval eventjes aan de schoonmaak. Want dat moet even gebeuren en dan ga ik nog eventjes in mijn mus aan de gang. Dus dat is voor nu even de planning. Even een was aanzetten en dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Ga je ook poetsen, muis? Gaan we de boel schoonmaken? Is wel lekker, hè? Ik zal ook even het raam openzetten, want die heb ik nog niet openstaan. Het is 22 graden wat ik zag, dus ik kan nu mooi. Dus dat ga ik nu eventjes doen.
Nou, het eten is weer op. Het huis is weer schoon, althans de woonkamer. Ik heb het allemaal weer lekker gedaan, dus dat is wel weer een fijn idee. Ik heb even een was aangezet, die is als het goed is bijna klaar. Maar deze hoeft niet te drogen, want deze is vrij snel droog. Dus die zou ik wel even gewoon zo neer kunnen hangen. Maar het was wel even fijn. Ik heb wel iets aan mijn mus gedaan, maar niet zo heel veel. Ik merk dat de inspiratie een beetje weg is, dat ik gewoon takken veel achterloop. Maar dat was al een beetje iets waar ik bang voor zou zijn. Dus ga ik gewoon binnenkort er even een flinke slag mee slaan. En ik was nou ook gewoon eventjes gewoon goed druk hier in de woonkamer. Omdat alles weer even gedaan moest worden. Alles moest weer even van zijn plek. Ook de boeken moesten er van af. En het tafeltje met het gedenkplekje van Bunny moest aan de kant. Dus wat dat betreft, ja, moest ik gewoon even veel doen. Maar dat geeft niet, want het voelt nu wel weer heel erg lekker schoon. Ik heb de folders eventjes opgeruimd. Die zitten allemaal weer in de bak. Dus dat is ook allemaal weer netjes hier. Ik heb alleen even de Bonifolder laten liggen. Want ja, die gaat... vandaag is die ingegaan. Die loopt dan tot dinsdag. Dus die zou ik dan nog kunnen... aanbiedingen van kunnen halen. Maar dan moet ik nog eventjes een keer doorkijken voordat ik weer ga. Dus ja, verder wel lekker. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Steenrijkstraat Arm. Ik merk nu dat er echt ineens weer superveel op tv komt. Ik zag ook dat 5 Days Inside weer begon. Dat heb ik even opgenomen. Vind ik ook altijd nog wel interessant om te zien. Dus ik ga gewoon ook even wat dingen terugkijken. Ik ga sowieso ook nog wel even gamen, maar ook gewoon eventjes lekker voor de tv. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Ik moet mijn blogpost schrijven. Ik wil eigenlijk nog even verder voor een extra artikel van Essence, een preview. Want ik heb alweer inmiddels een paar... trendeditie artikelen binnengekregen die ik graag online wil hebben op mijn blog. Dus ja, dat wordt het verder ook wel. Ik ga sowieso mijn Netflix serie verder kijken en Odds. Ik denk wel dat ik bijna door Odds heen ben, dus ik ben benieuwd hoe lang ik nog heb. Ik baalde een beetje, want ik was begonnen met het opnemen van Dertigers, want ik wilde het eens vanaf het begin gaan kijken. En ik heb de andere heb ik gewoon op mijn computer staan om eens te gaan kijken. En toen kwam ik erachter dat het elke avond kwam en ik dacht 1 keer in de week. Dus daar heb ik al heel veel van gemist. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nog eventjes daar een beetje... in kan gaan terugkijken, want uitzending gemist is gestopt, zeg maar, via T-Mobile. Ik heb dan tv van T-Mobile en dat is dus nu gestopt. Dus je moet het nu anders terugkijken, waardoor je wel echt alles kan terugkijken. Dat is wel echt een heel erg fijne pluspunt, want dat kon eerst niet. Eerst kon je alleen programma's van Nederland 1, 2 en 3 terugkijken. Dus je kunt nu alles wel terugkijken, maar goed, daar moet ik wel eventjes naar gaan kijken nog. Dus mocht ik dan eventjes niks vinden waar ik zin in heb, kan ik altijd dat even gaan kijken. Ik hoor dat de was klaar is, die ga ik even ophangen en dan ga ik relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 1 september. Ik ben klaargemaakt en het is alweer september. Volgende week donderdag ben ik jarig, dus over 7 dagen word ik gewoon weer 31. Echt bizar hoe snel het is gegaan. Ik heb gisteravond in ieder geval weer goede tijden gekeken en daarna gegamed met de groep. Dat was weer heel gezellig. Ik heb daarna even Steenrijkstraat Arm gekeken. Was ook alweer leuk, moest er weer eventjes aan wennen. En wat ik had het heel lang geleden pas weer gezien, want er zijn nu pas weer nieuwe afleveringen. Dus ik moest er weer eventjes aan wennen, maar ik vond het ook wel weer heel erg leuk. Ik heb daarna de thumbnail gemaakt en een blogpost geschreven, dus dat was ook allemaal goed. Ik ben verder gegaan met mijn Netflix-serie en ik had de laatste odds, dus dat is nu voorbij. Ik heb vandaag voor het eerst geen ventilator aan, geen ramen openstaan, want het is best wel weierig buiten. En ik merk gewoon dat het eigenlijk wel oké is nu. Dus ook wel lekker dat we daar nu weer een beetje naartoe gaan, dat je dat straks allemaal niet meer nodig hebt. Ik ben een beetje blij eigenlijk. Ik heb vorige week donderdag, stelde mijn moeder voor om een shirtje te bestellen voor lente. Lente is namelijk in juli naar de Julianatoren geweest. Dat is een kinderpretpark. En sindsdien dat zij daar geweest is, is alleen nog maar Jul. Sinds kort is het ook Julia. En dan jullie, dat bedoelt ze dus Julia mee, het vriendinnetje van Jul. Mijn moeder zei, misschien is het leuk om een shirtje te bestellen van Julia voor haar in de webshop als je dat leuk vindt. Ik zeg, ja, is goed. We moeten alleen eventjes kijken met de maat en zo. Ze hadden 3 shirtjes. Ze hadden ook echt een hele leuke. Daar stond Julia heel groot voorop. Die was fel roze. En op de achterkant stond ook Julia. Die was in de webshop niet in haar maat. Dan hadden ze een polootje met een klein Juliaatje hier. Maar die waren eigenlijk vooral voor de wat grotere kindjes. En ze hadden een gewoon t-shirtje. Die hadden ze in het roze en in het wit met een klein Juliaatje. Ik zal even een plaatje in beeld neerzetten.
Wij hebben een roze shirt gekocht. Dus besteld, betaald. En ik had ergens de hoop dat die afgelopen zaterdag al bezorgd zou worden. Maar er gebeurde eigenlijk maar niks. Dus vorige. Toen kreeg ik zaterdag een mailtje van. Je pakket kun je nu volgen, maar het is nog niet afgeleverd bij PostNL. Dus ik dacht, nou, maandag, dinsdag zal het er dan al zijn. Maar de status bleef op bezorgdheid nog niet bekend. Ik had een paar keer contact gehad met PostNL via zo'n robot, via de chat. En die kon eigenlijk ook niet zoveel betekenen. En gisteren was de status nog steeds niet veranderd, dus ik was het een beetje zat. Toen heb ik toch eventjes een mailtje gedaan naar Liliane Toren. Van, joh, hoe zit het? Ik heb vorige week al besteld, maar het komt maar niet binnen. Ja, hoe zit dat? Waarom verandert die status niet? Ik heb ook geen berichtje gehad dat het pakket bij PostNL.nl beland is. Dat zou ik krijgen. Toen in één keer gisteravond stond de status op dat die morgen bezorgd gaat worden. Dus dat hoop ik ook echt. Wel had ik al gevraagd. Van kun je het filmen als Lent het uitpakt, want dat vind ik wel heel leuk. Want ik had dus wel een briefje gemaakt op de computer via de app gestuurd van dat Lent even die briefbus in de gaten kon houden. Want dat er een pakketje kwam, niet dat er in één keer bij hun een pakketje op de mat ligt en dat ze denken, hey, wij hebben niks besteld, waar komt dit vandaan? Dus in ieder geval dat ze wisten wie de afzenders waren. Dus ik hoop echt dat die morgen aankomt. En dan ben ik nu al benieuwd naar het filmpje hoe Lent het gaat vinden. Ik denk dat ze het heel leuk gaat vinden. Want Hugh en Julia zijn de boel momenteel. Ook die Hugh-dans, die vindt ze helemaal leuk. Volgens mij heet hij niet Muizendans, heet hij. Ik zit daar allemaal niet in. Goed, ik ga nu eventjes stofzuigen, kattenbakken scheppen. Dan ga ik filmen voor zaterdag. Ik moet even de champignon snijden en daarna ga ik eventjes diamond painten. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Eerst maar even zorgen dat hier alles weer stofvrij wordt. Kijk, het begin van de Eiffeltoren begint hier te komen. Ik ben hem hier aan het opbouwen, maar ik ben weer een lekker stukje verder gekomen. Ik zal hem even voor laten zien. Dus het begint ergens op te lijken. Oh, ik ben er heel blij mee. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dus eventjes goed aangerold. Ja.
Ik ben benieuwd, jongens, als hij straks helemaal een keer af is. Het wordt echt steeds leuker. Zo, hier is het eten inmiddels weer op. Ik heb net alles weer eventjes opgeruimd. Was wel weer eventjes fijn. Het was leuk om er even bezig te zijn. Ik heb nu met meer kleuren gewerkt. Het kan soms een beetje rommelig overkomen, omdat ik soms te veel kleuren pak. Dan doe ik ze weer terug in het bakje. Maar voor mij werkt het beste. Ik kwam wel steeds met mijn hand, zeg maar, met mijn arm langs de aan- en uitknop van de... van het blad, zeg maar, dat lichtbord. Het is alleen een beetje lastig. Ik heb alleen aan die kant een stopcontact. En net daar zit de opening om de stekker in te stoppen. Dus ik kan hem helaas niet draaien. Dus vandaar dat ik ook even de zaklamp erbij moest hebben. Dus een lichtbron is wel eigenlijk nog een pre, want het is wel erg lastig zo. En kijk, nu heb je nog genoeg licht. Maar straks als de wintermaanden die weer aankomen, is het natuurlijk best wel vroeg donker. Dan heb je soms hele donkere dagen. Dan ga je geen steek voor ogen zien. Maar goed, dat is iets wat in de toekomst nog kan. Maar voor nu was ik wel weer even lekker bezig en vind ik het leuk om te zien hoe het zo'n vooruitgang maakt. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb alles al klaargelegd voor de wraps. Het zijn gesneden, de champignons. Ik heb alleen mijn eiersnijer gesloten. Dus die moet ik even nieuw gaan halen dinsdag. Want ik gebruik ze alleen voor de champignons, maar ik vind het gewoon handig. Vanavond ga ik meester Frank Visser doet uitspraak kijken in zijn nieuw seizoen. Misschien nog even wat terugkijken. Of we moeten nog gaan gamen. Dat is altijd even een verrassing. Dat ga ik wel even zien. Verder ga ik mijn foto's bewerken. Ik was al bezig met een preview artikel van Essence. Die moet ik nog even verder afmaken. Ik ga mijn Netflix serie kijken en een nieuwe serie starten op Videoland of iets. Want Ots is dus afgelopen. Ik mag ook in een nieuw boek beginnen, dus dat is ook wel leuk. Ik heb het laatste deel van dit boek nog niet gevonden, dus ik denk dat ik nu even een ander boek ga starten. En als ik die dan vind, dat ik die dan later wel lees. Of hij moet nu inmiddels te vinden zijn, maar daar ga ik niet van uit. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 2 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het rolgordijn half open, want de zon was best wel hard aan het schijnen. En het is 26 graden en dan is het weer warmer als dat het binnen is. En daar heb ik natuurlijk niet zoveel zin in dat de warmte weer naar binnen komt. Ik heb het even zo gedaan. Het pakketje van lente is bezorgd. Ik heb het idee dat Nathalie denkt dat er nu een Q-knuffel in gaat zitten, want het was echt een mega grote doos. De verrassing was er ook compleet af, want meneer Kaasschaaf stond op de zijkant van de doos. Ik vond het een beetje gek dat er zo'n grote doos gebruikt is voor zo'n klein shirtje. Maar oké, Lente heeft nog niet uitgepakt. Die slaapt nu, dus dat gaan we straks even zien als ze het gaat uitpakken. Althans, mijn moeder en ik, want ik kan dat natuurlijk niet aan jullie laten zien, omdat Lente niet in beeld mag. Mijn naad is te filmen, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb gisteravond meester Frank Visser gekeken. Was wel weer leuk. Het is natuurlijk altijd een beetje, ja, het gaat weer over paadjes en vaak over bomen. Ja, ik vond ze ook nog wel hard tegen elkaar, dus nou ja, goed. Hij heeft het weer opgelost. Daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken. Tijgertje niet uithalen. Kijk wat zij doet. Oh, muis is weg. Tijgertje deed pootje tegen muis. Dat is niet lief. Tijgertje, pootjes doen is niet lief, hè? Ga je luisteren? Maar dat was ook wel een hele spannende aflevering. Daar ben ik nu ook bijna doorheen. Ik heb nog even gegamed. Ik was ook even nog wat questen aan het doen van Fortnite. Gewoon in mijn eentje dit keer. Dus dat was prima. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken, want die vond ik niet zo heel erg mooi. En toen ben ik Anatomic of a Scandal gaan kijken. Dus op Netflix. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Ben ik bij de laatste aflevering, weet ik eindelijk hoe de naam van de serie heet. Dat is echt weer wat voor mij. En daarna ben ik met Vuurzee gestart op Videoland. Ik heb dat nooit gezien, zo'n oude serie van 2005. Maar ik heb het nooit gezien, dus het stond er nu op. Ik dacht, leuk, ga kijken. Ik heb 2 pakketjes binnen gehad. Die zal ik eventjes met jullie uitpakken. En daarna ga ik even lekker de slaapkamer doen. Dan ga ik jullie meenemen. Dus dat is voor nu de planning. Ik zie nu net dat er 3 pakketjes zijn. Ik heb hier allereerst een envelopje. Ik denk dat ik al wel weet wat erin zit. Ja, dit is een plaatje voor de AirTag. Die kun je dus op je AirTag plakken, zodat die beschermd is. Dus als het goed is, zijn het er 2 wat ik nu zo zie. Meerdere zelfs. In ieder geval
tijger niet. Die beelddesign is binnengekomen. Die ga ik dan morgen eventjes opplakken. Dat is even om de AirTag te beschermen. Dan het pakketje van bol.com. En hier gaat natuurlijk de AirTag zelf in zitten. Kijk, hier is hij. Een AirTag. Ik vond het gewoon heel fijn, omdat ik nog wel eens mijn sleutelbos en zo kwijtraak. En dat was iets wat ik al een tijdje wilde hebben. Dus ik heb een AirTag. Ik weet niet hoe dit precies allemaal open moet. Hier zit het maatje. Oh ja, ik kan hem openmaken. En dan is dit de AirTag. Het plaatje komt dan zeg maar op de achterkant te zitten, zodat die beschermd is. Dus dat ga ik morgen allemaal eventjes doen. Maar die is dus ook binnengekomen. Die wilde ik al best wel een tijdje hebben. Dus dat is wel heel fijn dat die er nu is. Maar dat zijn leuke klusjes van morgen. Ik had alleen nog niet gezien toen ik de post pakte dat dit de dingetjes er ook al waren. Maar dat is top. Dus ik stop het allemaal even bij elkaar in de doos. En ik heb een pakketje van Boomprin. Want ik heb een jurkje besteld voor mijn birthday. Ik ben heel benieuwd. Het is een roze jurkje. Net stipjes. Het is lange mouw. Het moet er nog even passen. Als hij dan past, ik heb 36, 38 genomen. Dat is deze. En als hij dan past, dan ga ik hem morgen gelijk even wassen. Dan hangt hij klaar voor mijn verjaardag. Dus super leuk. Dus dat waren even de pakketjes. Ik ga nu eventjes hier eerst even stofzuigen. Dan ga ik water eens maken. En dan ga ik zo aan de poets. En dan ga ik jullie meenemen. Weer lekker klaar. Ik moest er tussendoor eventjes af. Ik was namelijk een beetje teleurgesteld. Het pakketje van Lente was aangekomen en ze pakten het uit en heel blij, Julia, Julia. En toen kwam er een bordje van Jul de Muis uit. Ja, die hadden wij niet besteld natuurlijk. Dus ik heb de Julianentoren even geprobeerd te bellen en toen moest ik eventjes een mailtje gaan sturen, want degene die erover ging, die was er niet. En dan gaan ze het zo snel mogelijk oppakken, zeggen ze. Dus ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat niet het bestelde item dus in het doosje zat voor Lente. Want dat vond ik wel heel erg jammer.
Ja, ze was wel heel blij met het boekje en de stickers die erbij zaten. Daar werd ze al helemaal blij van. Maar ja, het is toch een beetje jammer voor omdat ze het bordje ook al heeft. Maar goed, gissen is menselijk natuurlijk. Dus ik hoop gewoon dat het nu snel opgelost wordt. Ik ben in ieder geval lekker klaar met alles. De katten hebben net gegeten. Dus ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga zo eerst wat drinken, want ik heb nog steeds dorst. Want ik heb gisteren die wraps gegeten. Die waren wel heel lekker. Ik had wel te veel vulling, maar ik had de hele avond ook heel erg dorst. Dus ik ga zo even lekker wat drinken. Dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon Flikker Rotterdam. Heel veel zin in. Ik denk daarna nog even wat terugkijken. Sowieso nog even gamen. En dat wordt het dan ook wel. En hopen dat we nu snel het opgelost krijgen van Julia de Toren. Want ik ben toch best wel een beetje teleurgesteld. Maar goed. Ja, wat ik al zei. Lente was al heel blij met de andere dingen. Maar het is dan toch een beetje jammer omdat je hier zo lang op hebt gewacht. Verder moet ik vanavond de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Daar moet ik nog even een nieuwe foto voor maken. Ik ga Anatomic of a Scandal kijken en daarna Roosgeur en Wotkelein. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 3 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Rotterdam. Dat was weer echt heel erg spannend. Ik heb er wel weer van genoten. Ook een van de vaste castleden die stopte ermee. Dat was nu de laatste keer dat zij meedeed. Daarna heb ik even de roer omgekeken. Hoe is het nu met? Dat is ook op zich wel even leuk om te zien. Ik heb dat allemaal een beetje gevolgd. Dus dan is het wel leuk om eens te zien van hoe gaat het er nu mee. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Daarna heb ik de laatste aflevering van Anatomic of a Scandal gekeken. Dat was ook wel een hele, ja, toch wel een spannende ontknoping, zeg maar. En daarna heb ik gekeken naar Roziger en Wotkelein. Toen ging ik slapen. En toen zag ik op mijn muur, zeg maar, weer een zilvervis zitten. Dus die wilde ik pakken. Dus ik had een wc-papiertje gepakt. En ik wilde hem dus daarin doen. Toen ging hij eerst lopen en toen was ik sneller. Dus ik drukte hem plat en ik voelde hem gewoon in dat wc-papiertje knappen. Dat was echt wel heel vies. Ja, het zijn gewoon echt hele smerige beesten. Dus je moet ze verwijderen. Ik ga zometeen eventjes een handwas aanzetten met het nieuwe jurkje. En ook de nieuwe kleding van de Primark. Die kwam er nu allemaal in, want ik heb daar ook de aanbeelden al van opgenomen. Ik ga even de AirTag installeren. Ik wil eventjes een la opruimen. Dit kan in een van die bakken die ik bij de Action heb gekocht. En ik probeer boven nog even wat te doen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik moet even een nieuwe stofzuigerzak erin doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes wat ik op de planning heb staan. Ik heb best wel wat klusjes kunnen doen. De AirTag die hangt nu aan de sleutelbos. Even laten zien. Die hangt dus nu hier zo. Zit dus een beschermdingetje op.
Die hangt hier gewoon zo nu aan. Dus als ik mijn sleutels kwijtraak, kan ik ze terugvinden. Ik heb boven het een en ander opgeruimd. Nou, de handwas die hangt dus ook. Die is snel droog. Eindelijk heb ik het busje met de hagelslag gevuld. Nou, één la is dus nu leeg. Nou moet ik er nog eentje. Dus dat heb ik maar eventjes neergezet. En dan ga ik dan even, ik ga binnenkort een video maken over die labeltang van de HEMA. En dan kan ik ook gelijk labels maken. Het is op zich best wel lekker productief geweest. Dus even lekker wat dingen gedaan. Dus dat was op zich wel lekker. Ik heb nu de tv aangezet, want Ajax gaat zo spelen tegen Cambuur. Dus ik ben heel benieuwd. Moet op zich niet heel moeilijk zijn, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Dus ik ga zo even lekker Ajax kijken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint Ik Hou van Holland, een nieuw seizoen. Vind ik wel leuk. Ga ik even naar kijken. Ik ben wel benieuwd hoe Rob Kemps het doet. Daarna heb je Alles Kunnen Vips. Vind ik ook leuk. Ga ik ook kijken. Verder ga ik kijken naar een nieuwe Netflix-serie. Want ik weet nog niet welke ik wil gaan beginnen. En Roos geheel wat kalijm. En ik ga eventjes de vlog voor het grootste gedeelte al editen. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus verder niet heel veel bijzonders meer. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval lekker kijken naar Ajax. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb nog geen mail terug gehad van de Julianatoren. Want die moest ik gisteren mailen. Dus ik hoop wel dat het een beetje snel gebeurt. Als ik dan maandag nog niks heb gehoord. Dan heb je kans dat ik misschien nog even een keer bel. Na het zou moest je niet bellen. Ik zeg nee, ik moest mailen. Maar tot nu toe nog niks gehoord. Dus ik hoop wel dat het snel opgelost wordt. Goed. Ajax trapt nu af. Ik ga beginnen met kijken. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 4 september. Even op de bank. Ik heb gisteren Ajax gekeken. We hebben gewonnen. Dus dat was wel lekker. Dus we staan weer eerste. Dus daar ben ik wel blij mee. Goede wedstrijd wel. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik Hou van Holland. Ik moet zeggen, ik vond het erg leuk met Rob Kemps. Ik vond het wel heel verfrissend. Voor mij mag hij blijven, maar ik weet dat het echt maar tijdelijk is. Maar ik vond het wel heel erg leuk hoe hij het deed. Je merkte wel dat hij zenuwachtig was. Maar goed, ja, wat verwacht je ook, weet je. Het is, lijkt me ook best wel spannend als je ineens zo'n grote presentatieklus krijgt. Daarna de Alles Kunnen Vips. Dat was ook wel weer heel leuk. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gaan zetten. Dus dat is ook gelukt. Ik ben een nieuwe serie gestart. Heel Passion, geloof ik. Ik zal de naam nog even onder neerzetten. Kan zijn dat ik het verkeerd uitspreek. Was ook wel heel interessant. En daarna Roos, Geur en Wodka Lijm. Dat was ook wel leuk. Ik heb nog eventjes GTA gedaan. Dus dat was ook wel leuk, maar heel moeilijk. Ik kom er niet zo heel makkelijk doorheen. Maar dat komt zo goed uiteindelijk, hoop ik. Ik ga zo even stofzuigen, groenten afhalen. Ik wil eventjes mijn pooien weer uitzuigen en mijn wenkbrauwen bijwerken. En straks even foto's maken, dus dat wordt het ook. Ik zal straks even de fotospullen laten zien en dat is het ook. Ik heb inmiddels ook mail gehad van de Julianatoren. Het shirtje wordt alsnog gestuurd. Ze moesten nog even de maat een keer hebben en met adres waar het heen moest. Dus het bordje mocht lente houden, dus nou ja goed, zo komt het toch nog weer goed. Dus ik ben heel benieuwd wanneer het pakketje nu wel aankomt. Ik ga eventjes wat doen en dan laat ik jullie straks even de fotospullen zien. Fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst spullen uit de trendeditie gelezen hoor. Cute as Shell. Ik heb hier een highlighter. Ik heb hier een lipgloss. Een nagellakje. Een lippenbalsem en een face glow booster. Dan heb ik hier drie lippencils van Catrice. Dit zijn de Plumping Lip Liners in de kleur 90 The Wild One. De kleur 070 Berry Bash. En de kleur Press the Hot Button. Dat zijn deze en het Fab Factory Dream 18 Color Beauty Palette. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer mooi klaar. Zo, het eten is weer op. Ik heb even mijn poriën uitgezocht. Ik ben minder rood dan normaal. Ik heb even mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb zelfs nog eventjes een
stukje diamond painting gedaan. Toen ben ik de foto's gaan maken. Maar het tijgertje was wel weer een beetje vervelend. Ik weet niet wat dat steeds is. Maar goed, dat zal een beetje blijven. Dat is soms lastig. Nou, ik heb ook al even geïmporteerd de camera en zo opgeruimd. Behalve de lampen, die moeten even afkoelen. Want die wil ik toch niet warm wegzetten. Want ja, toch een beetje ook met brandgevaar misschien. Dus dat kan ik strakjes eventjes doen. Op zich was het wel een lekker middagje. Groente is helemaal klaar, dus dat is top. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van weet ik veel. En ik doe natuurlijk mee. Of het goed gaat, is altijd een tweede. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb Miljoenenjacht even opgenomen. Dat vind ik ook altijd leuk. Dus dat ga ik gewoon even terugkijken. Dat maakt natuurlijk niks uit, want het is niet live. Dus dat ga ik dan gewoon alvast even een stukje van kijken. En dan kijk ik het van de week wel eventjes af. Ik moet foto's bewerken vanavond. Mijn nagels moeten gedaan worden. Ik wil sowieso nog even gamen. En ik ga mijn serie kijken op Netflix. En daarna ga ik weer kijken naar Vuurzee. Dus dat is het. Mijn batterij is nu leeg. Dus die ga ik aan de oplader leggen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 5 september. Ik ben klaargemaakt. En het is wederom warm. Dus we hebben de boel dicht zitten. Het is 30 graden. Dus ik heb ervoor gekozen om de boel nu dicht te laten. Als het goed is zijn het nu wel de laatste dagen. Al kunnen ze het nooit natuurlijk precies voorspellen. Maar zoals het er naar uitziet gaat het van de week flink regenen. Ik hoorde al wel dat het vandaag zeg maar onder de rivieren al flink kon gaan regenen. Maar ja, daar zit ik niet. Maar daar is het meestal natuurlijk het snelste. Dus we gaan het allemaal even afwachten. Ik heb gisteravond meegedaan met weet ik veel. Ja, hartstikke leuk. Het ging op zich best lekker, maar ja, dan komt de reclame en dan werkt die app niet meer mee. Die app, als je hem verbindt met de tv, dan verliest hij de verbinding en dan mis je gewoon alweer vragen, doordat die app niet verder gaat. Ik had nu een 5.8, anders had ik zeker een 6 gehad, want ik wist die vragen wel. Dus volgende week ga ik niet meer spelen met de app die met de tv verbindt, maar dan ga ik hem gewoon niet met de tv verbinden. Want dat is ook een optie. Dan staat er wel een waarschuwing bij. Het kan zijn dat het niet helemaal synchroon loopt. Maar dat risico neem ik dan wel. Want dit is gewoon niet zo tof. Dat het elke keer niet lekker synchroon loopt. Ik heb daarna nog even een stukje van Miljoenenjacht gekeken. En ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb gellak gedaan. Rood. Dit is gewoon gellak die ik een keer bij de Action heb gekocht. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb verder mijn foto's bewerkt. En ik heb nog een paar nieuwe boeken binnengehaald. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En daarna heb ik weer gekeken naar Vuurzee. Dat was wel weer mooi. En ik ben ook een heel leuk boek aan het lezen. En vind ik het heel moeilijk om die weg te leggen. Dus op zich was het een prima avondje. Ik ga nu eventjes aan de gang. De kattenbakken, de gang, de douche. En ik moet even de was opvouwen en ik moet de was aanzetten. Want ik heb best wel veel was weer. Dus dat ga ik weer even doen. Ik ga jullie gewoon weer meenemen. Zover het lukt met filmen nu het weer donker is. Maar ik ga gewoon eventjes een poging doen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Thank you.
ben weer lekker rond. Alles is weer gedaan. De douche is schoon. De gang. Kattenbakken. De was is opgevouwen. Die moet ik nog wel even van de week in de kast leggen. Want daar had ik nu geen zin meer in. Ik had ook de klep al dicht. Want ik heb daar gedweld. Dus dan vind ik het ook niet zo fijn om hem weer naar beneden te halen. De was is als goed is ook bijna klaar. Ik had even de zwarte was aangezet. Dus ik kan hier straks mooi de droger in. Ik vind het best wel warm. Het valt best tegen. Ondanks dat je dan denkt september, misschien andere warmte. Maar ik vind het toch nog best wel warm. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond GTST. En de meilandjes. Ik denk daarna nog even wat terugkijken. Ik denk ook nog wel even wat gamen. Of kijken hoe dat verder loopt. Ik moet sowieso nog even een video in elkaar zetten voor morgen. Mijn blogpost moet geschreven worden. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de klusjes die ik ga doen. Verder ga ik mijn Netflix serie kijken. Die gisteren ook echt heel spannend eindigde. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu verder afloopt. En ga ik verder met vuurzee. Dus dat wordt verder ook de planning. Ik ga nu eventjes lekker relaxen en hopen dat de was zo klaar is. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 september. Ik ben klaargemaakt. Mijn been wordt hier afgelebberd door muis. Ben je aan het wassen? Ik ga straks boodschappen doen. Ik ga even naar de Action. Ik ga alvast cadeautjes kopen voor mijn moeder, want die is ook deze maand jarig. En volgende week is mijn coach met vakantie, dus volgende week ga ik geen boodschappen doen. Zaterdag vier ik mijn verjaardag met de familie. En dan komen ze iets vroeger, want dan kan ik eerst even boodschappen doen tot en met de tijd dat mijn coach weer komt. Dus daar moet ik even goed voor uitdenken. Ik moet dan eventjes goed een lijstje maken ook. Dus dat. Maar goed, mijn coach komt pas 4:15, dus ik ga straks eerst eventjes de koelkast schoonmaken. Want die is ook eventjes aan mijn schoonmaakbeurt toe. Gisteravond, ja, er gebeurden weer even wat dingen die niet zo fijn waren. Allereerst, ik had gekookt, ik wilde gaan afwassen. Ik kom zo langs mijn schuurpannetje heen, bam, op de grond. En ik had zo'n extern schuurtje gemaakt, want ik had speklappen. Daar vind ik de schuur niet zo heel erg lekker van. Ik vind dat toch lekker bij mijn groenten even een stevig schuurtje. Dus ik had zo'n extern schuurtje gemaakt. Alles op de grond, althans wat er nog over was. Dus dat moest ik als een malle schoonmaken. Dus dat was al dat ik behaalde. Toen ben ik Goede Tijden gaan kijken. De meilandjes, wat wel weer heel leuk was. Ik heb nog even Fortnite gespeeld, solo. Het was echt heel grappig. Ik kwam ineens op plekjes terecht die ik nog nooit had gezien. Ik kwam op een voetbalveldje terecht. In het potje daarna kwam ik op een schip terecht. En dit schip wilde ik een beetje gaan verkennen. Maar toen dacht ik, hé. Toen zag ik zeg maar... Ja, een kanon. En toen dacht ik, oh, even kijken bij die kanon. Ja, toen werd ik daar zelf uitgeschoten. Toen kwam ik weer op een heel ander deel van het eiland terecht. Nou ja, goed. Was allemaal wel leuk. Ik heb mijn extra video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Ik heb nog wat boeken op de e-reader gegooid. Want mijn boek is alweer uit, helaas. Ik heb nog wat muziek op de iPod gezet. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna had ik weer vuurzee. Dat was allemaal prima. Dus ik ging alles afsluiten om te gaan slapen en er zit me opeens op de muur zo'n spinnen. Hij was weer bruin, dus ik gilde. Nou, dus ik pakte snel mijn vliegenmepper en hij was al een beetje wiek, want ik had hem nog niet eens aangeraakt. Toen vloog hij op de bank, dus ik gaf hem een mep en hij was ook meteen dood. Nu is hij achter de bank beland, dus ik moet er eigenlijk zo meteen proberen even stop te zuigen, want ja, dan kan ik het even opzuigen. Maar dat is altijd zo'n lastig plekje om bij te komen, dus dan moet de stofzuiger helemaal op de bank meeslepen. Dat vind ik nooit zo heel... handig, maar goed, moet even gebeuren. Dus ik ga dat zo even doen. Ik neem jullie straks mee als ik wegga. Maar nu ga ik eerst eventjes wat dingetjes doen. En dan ja, gaan we straks gewoon gezellig naar de Action toe. Dus, en dan zie ik jullie later weer.
Zo, ik ben weer terug met de boodschappen. Ik ga er even heen gaan. Dibbelchips voor de verjaardag. Koffiemelk 2 keer. Afwasmiddel. Deze kreeg ik gratis voor mijn verjaardag. Spekjes. Hamburgers, die gaan de vriezer in. Die had ik dus nog een keer. Chutjes. Gratis koekjes. Bruiswater. Ook wel lekker. 2 keer chocomel. Voor mezelf een Apple Bandit voor mijn verjaardag. Een zakje patat. Aardappeltjes. 2 keer frikandellen. Appelsap. 2 keer bier. Toiletpapier. Nog een fles met bruiswater. Bonen. Wijn. Kattenvoer. Gehakt. En slavinken. Dus dat heb ik even allemaal gehaald. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik straks even lekker douchen. En dan ga ik eten maken. Vanavond ga ik lekker kijken naar 4 handen op 1 buik. Daarna misschien nog even terugkijken of gamen. Moet ik even zien. Verder ga ik mijn vlog verder in elkaar zetten. Of editen verder. Hoe heet dat? Kijken. Mijn Netflix serie. En daarna Vuurzee. Het was bij de Action lekker rustig. Dus ik heb nu alles weer lekker binnen. Dus ik ben goed geslaagd. Dus dat was wel weer even heel leuk. Ik ga bij deze de weekvlog in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarna staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Voor je weet dat je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!